Hallo ontzettende knoest en welkom dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik weer verder met Dark Souls 3. Ik heb er zin in, laten we beginnen. Oké, we zijn dus bij dit prachtige uitzicht zijn we geëindigd. En we moeten hier naar beneden. Kijk zo mooi dit is, ik geniet hier echt van. Oké, we moeten hier dus een banner plaatsen. Maar ik ga nog heel even van dit uitzicht genieten. Ik vind het echt nice. Kijk dan. Holy shit. Dit is echt heel nice. Oké, we gaan de banner plaatsen. Banner not in inventory. Oké. Dus we moeten eerst nog de banner te pakken zien te krijgen. Maar waar kunnen we de banner vinden? Ik zou echt niet weten waar ik die moet krijgen. Oké, we hebben op dit moment hebben we 9540 zielen. Ik ga kijken wat ik ermee kan. Oké, even kijken. Ik denk dat ik mijn dexterity één keer omhoog ga doen. Mijn strength een keer. Ik wil eigenlijk mijn HP ook wat hoger hebben. Ja, ik denk dat ik dit gewoon ga doen. 1 keer mijn HP omhoog, 1 keer mijn strength en 1 keer mijn dexterity. Laten we het doen. Oké, ik zie dat ik hier ook mijn wapens beter kan maken. Waarschijnlijk ook met een Estus Flask. Zou ik het gewoon doen bij deze Battle Axe? Fuck it man, we doen het gewoon. Oké, we zijn weer terug. Ik heb geen idee waar ik de banner kan krijgen. Of die hier ergens is. Waarschijnlijk niet, maar we gaan op zoek naar de banner. Hallo ontzettende klerenleier. Ik heb een baas verslagen, dus ik kan jou ook gewoon aan. Kijk eens aan, 2 klapjes en je ligt op de grond. Hij schoot me bijna in mijn reetzak. Oké, ik denk eerlijk gezegd dat we die kant daar op moeten. Maar er zijn 2 nichten. Ik heb geen idee of ik daar langs kan komen. Ik denk dat ik er eerst even 1 ga uitdagen. En dat ik gewoon hier naar beneden ga en dan met eentje ga vechten. Want anders lukt het me echt niet. Oh, hij is aan het rennen. Hij is aan het rennen. Luister, ik heb een gigantisch beest verslagen. En ik kan jou ook gewoon verslaan. Je kan wel overduidelijk zien dat mijn heal wel echt meer is. Het balkje is gewoon langer. Oké, hoe ga ik dit doen? Oh, dat vind ik echt vervelend. Oké, dit is goed. Ah, nee, ik wou hem van achteren pakken. Oké, pak hem. Yes, ik heb hem van achter. Oké, en nu? Een springaanval. Motherfucker. Oh, shit. Oh, shit, nee. Ik dacht dat het wel zou lukken. Ah, nee. Oké, pak hem. Ah, fuck, hij heeft zijn schild weer. Deze gasten zijn echt te moeilijk gemaakt. Kijk dan. Als ik hem aanval, terwijl hij schild hebt, dan gebeurt er gewoon geen ene reet, hè. Ik weet niet hoe ik hem moet aanpakken. Kom maar hier naartoe. Je bent bang voor deze plek, hè. Kom dan. Durf je niet, hè? Hond? Hij is bijna dood, man. Kom op. Yes, eindelijk. Oh, ik had mijn billen echt samengeknepen omdat ik bang was dat hij mij weer zou pakken. Lothric Knight Leggings? Oké. Zijn die een beetje goed of niet? Volgens mij zijn ze wel beter. Kan ik ze aan en ben ik dan niet te zwaar? Volgens mij kan ik wel gewoon normaal rennen. Oké, nice. We hebben leggings erbij. Vang deze maar even, pik. Hier, nog één. Hier nog één. Oh, jezus. Pak hem. Oeh, ik weet wat ik moet doen. Oeh. Ah, shit. Oké, ik weet wat ik moet doen. Zodra hij dit doet, moet ik gewoon achter hem en dit doen. Yes, ik heb hem. Zie je? Ik weet nu hoe ik ze aan moet. Oké, we kunnen hier links omhoog. Maar we kunnen ook hier rechts omhoog. En we kunnen ook door die deur. Ik denk dat ik een Essence Flask ga nemen en dan door die deur ga. Is dit weer een baas? Ik kan er niet door. Hè? Waarom kon ik er niet door? Nee, dit is niet weer een baas, hè? Alsjeblieft, zeg alsjeblieft dat dit... Volgens mij is dit weer een baas. Ik ben echt bang dat dit weer een baas is. Ik heb geen Estus Flask. Oké, ik denk dat ik weer even terug ga naar die bonfire daar... om even mijn Estus Flask aan te vullen. En dan gewoon weer terug ga. Oh, ik moet echt even een Estus Flask... Oh! Teringleier, net voordat ik een Estus Flask neem. Hier, pak deze even in je hoofd. Nou, weet je, fuck it. We gaan hier gewoon naar binnen en we zien wel wat er gebeurt, man. Waarschijnlijk gaan we weer sterven. Hey, Wanker. The wait has been long unkindled. Ja, boeit me niet. High Priestess of Lothric Castle. Gefeliciteerd. Head to the bottom of the high wall. The bottom of the high wall. Through the great gate and raise this banner. Oh, zij geeft mij de banner. Small Lothric banner. Oké, helemaal mooi. Oh, ze geeft me nog wat. Boeit me niet.
dark spirit boeit me niet. This upon your heart. And the old conqueror ja, ja. Geef me nou maar die shit, die gift die je hebt voor me. Covenant, Way of the Blue, ontgrendeld. Ik vind het helemaal mooi, maar wat kan ik er nou mee? What is wrong? Ik wil gewoon even een betere zwaard van je krijgen, ouwe heks. Wat kon ik daar nou mee? Ze heeft me iets gegeven, maar ik kan er geen ene reet mee. Ik kan het ook niet meer terugvinden in mijn inventory. Ja, weet je, is goed, ouwe heks. Zoek het maar lekker uit. Oké, als het goed is, kunnen we nu de banner plaatsen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. We zien het vanzelf. Oké. Oh, what the fuck, ouwe. Oh, nog één. Oh, ze nemen me mee. Ik dacht dat ik met ze moest vechten of zo. Maar we hebben nu niet die banner geplaatst. Oké, ze hebben me ergens neergedropt. Geen idee waar, maar ik vind het wel best, man. Undead settlement. Oké. Oké, ik zie weer allemaal van die kleine paupertjes daar beneden. Hopelijk gaat er geen één veranderen in zo'n groot mormerig beest. Hey, hallo. Oh, shit. Dit had ik niet verwacht. Oh, wat doen ze? Oh, ze vallen hun aan. What the fuck? Oké. Dat heb ik nog nooit eerder gezien, maar ik vind het helemaal best. Oké, ze komen. Oh, eentje komt. Oké, helemaal mooi. Dan kan ik ze één voor één vechten. Kijk eens aan, ouwe. Kijk. Ik ben echt sterker, merk je het? Kijk eens aan. Je maakt geen schijn van kans. Ik hak je kop eraf. Oké, waar moet ik heen? Kan ik deze... Ja, dat kan. Er staat daar een oude heks achter. Met een dikke ketting. Oké, dikke pimp. Maar ik kan ook die kant op, dus we gaan even kijken wat er aan die kant is. Oeh, ik hoor wat. Oh, hier is een hond aan het vreten. Is het lekker, Pikkie? Blijf maar lekker eten. Ja, kuthoofd. Oké, die is dood en er zit er nog één. We pakken deze ook gewoon even. Oké, richt nou even op hem. Dat is wel echt een probleem hoor, met het richten. Soms richt hij niet goed op hun ofzo. Oké, hier lag een item. A lowering skull. Geen idee wat het is. Geen idee of we het ooit gaan gebruiken. Heb ik ergens... Oh hier, attract certain types of enemies. Maar dat wil ik helemaal niet. Wow, wat is dit ouwe. Kijk dan. Dat zijn al die dingen die hier ook liggen. Die dood zijn. Please, grant me death. Undo my shackles. Oké. Dus, wat? Oh, then it's true. A champion of Ash as I live and breathe. Ik ben een champion van Ash. Catch him at Pedertown, motherfuckers. Yol of Londor. A pilgrim, as you can see, only... Somehow, I failed to die as was ordained. Oh, dus hij moest eigenlijk doodgaan. Perhaps, hey, champion of Ash. How does the idea of taking me into your service strike you? Oké, accept the service. You who have granted me purpose anew. Oh, we helpen deze oude man, oké. Londor, do solemnly swear myself to you. Oh, nice. Oh. Je zou me toch helpen, Pik? Opeens ben je weg. En waarschijnlijk gaat hij ons later helpen. Ik hoop met een baas. Ik weet niet hoe met zijn oude botten, maar hier ligt een item. Laten we zien wat het is. Homeward Bone. Geweldig, Pik. Wow, draakje. Oh, shit. Kunnen we daarheen? Ik zie daar wel een item liggen en nog één. Zie je dat? Daar? In de verte? Daar? Oeh, daar komen we dus nog. Want we kunnen er nu nog niet heen. Zo hoog kunnen we niet springen, ook al zijn we champion van Ash Ketchum van Pallettown. Hey, ouwe heks, waar ga je naartoe? Wow.
Wow, allemaal geluiden. Ik haat geluiden. Ik word bang van geluiden. Hey, hallo. Oh, wat doe je? Kijk eens. Kijk eens, alsjeblieft, man. Ah, dat was best makkelijk. Oh, een bonfire. Oké, nice. Dit is chill. Dit is heel chill. Oh nee, de hondjes zijn weer terug. Omdat ik bij een bonfire ben gaan rusten. Nou, ik ga gewoon lekker deze kant op. Fok hun. Hier zijn nog een paar heksen. Kom maar. Kom dan. Hoe kan je mij nou raken met je schep, man? Kijk eens. Alsjeblieft. In de babyfinger. Hallo? Oh, een item. Oké, hoe kan ik die item pakken? Moet ik hem slaan of zo? Oké, we moeten hem gewoon op de grond slaan. Kijk eens jongens, jullie zijn allemaal vrij. Alsjeblieft, jullie kunnen gewoon weer lopen. Pop, 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 pop. Ik hoor wat achter me. Wat ben jij? Oké. Ik heb wat gekregen van hem. Geweldig, pik. Wow! Ik schrik elke keer helemaal de tierenlierenlantes. Dat is niet eens een woord, maar maakt niet uit. Ik word ook beschoten van die kant. Hé joh, doe eens even normaal, man. Ik moet echt even drinken. Oké, hier zijn heel veel heksen. Heel veel oude mensen. Die we waarschijnlijk wel aankunnen, maar niet allemaal tegelijk. Hoe gaan we dit oplossen? Ik denk dat we gewoon een hersenpannen in gaan slaan. Kijk eens, dat is één. Oh, ik dacht dat ze dood was, joh. Alsjeblieft. Ah, kut. Ah, kut. Oude mensen zijn sterk geworden. Oh shit, die goot is opgestaan. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee. Oh jezus, die is wat sterker. Oh, wat is die aan het doen? Oh nee, hier hou ik niet van, hier hou ik niet van. Wat zit er achter me aan, wat zit er achter me aan? Oh, ik ben weg hier, ik ben weg hier, ik ben weg hier, ik ben weg hier, ik ben weg hier. Oké, we gaan hier op hem wachten totdat hij komt. En dan slaan we hem dood. Waar is hij? Hij heeft hetzelfde plan als mij, kut. Oké, motherfucker! Ja, ik ben dood. Ik ben dood. Door zo'n vetzeug. Geweldig. Oké, hier liggen onze zielen. Kijk eens aan. En ik denk dat ik gewoon langs Fatty Fat Fat heen ga rennen. Ja, maar hij heeft denk ik wel heel veel zielen. Zal ik er gewoon naartoe rennen? En dan maak ik hem gewoon dood. Ik ga hem gewoon pakken, ik ga hem gewoon pakken. Fuck jou, Nevo. Ah, hij is tering sterk. Hij is heel erg sterk. Oeh, oeh, oeh. We gaan weer deze kant op rennen, want ik heb niet zo'n zin om met hun allemaal tegelijk te vechten. Want het zijn oude mensen. Oké, heb jij wat gedaan? Ik weet niet wat dat is. Luister eens even, pik. Ik ben klaar met jouw gedrag. Oeh, hij is echt sterk. Oei, 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 oei. Hij is echt tering sterk. Oké, hebben we nog wat om te gooien? Kijk eens, dikke. Alsjeblieft. Oh, er gaat echt bijna geen leven vanaf. Maar alle beetjes helpen. Kijk eens. Oh! Oh! Oké, gooi er nog één. Oeh, dat was mis. Pak hem. Bijna dood. Bijna dood. We hebben hem. We hebben hem. Oh, nice. Oké, hij heeft niet heel veel zielen gegeven aan ons, volgens mij. Dropt hij nog iets? Godsamme, dikzak dropt niet eens wat. Wat is dit nou? Hier heb ik toch helemaal niks aan. Kijk eens aan, dat is één. Kijk eens aan, dat is twee. Kijk eens aan, dat is drie. Oude mensen zijn geen partij voor mij. Oh, een gat in de vloer. Oh, shit. Oh, ik denk dat ik even ga drinken, want daar loopt een poppetje. Met hele rode ogen. Hallo. Hallo. Kijk eens aan. Oh, deze is wel heel eng. Maar we maken hem gewoon alsnog dood, want hij kan niks. Ah, shit. Kijk eens aan. Zo eng is hij helemaal niet meer. Oh! 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 Oh, ik wou mijn pauze zetten, maar ik kan bij dit spel niet. Oh mijn god. Oh, fucking hell, man. Ik moet echt even stoppen, man. Ik moet echt even stoppen. Ja, save game en naar titlescreen. Oh mijn god. Oh, ik had het niet verwacht, ouwe.
Dit had ik echt niet verwacht. Ik schok me echt de tering. Echt, even serieus gewoon. Echt, mijn hart zit in mijn reet, ouwe. Ja, enemy head. Ja, zet het dan aan de andere kant neer. Godsamme. Hier is er ook een. Vertrouw ze voor geen meter. Hoe kan je zien welke nep is of zo? Yeah. Fucking Cloyo. Oh, ze leven ook gewoon allemaal nog erin. Ah, shit. Het zijn gewoon nog gevangenen die leven of zo. Jezus. Kan ik vanuit hier zien welke het is? Nee? Oké, daarachter zit er nog één. Ah, what the fuck? Ik deed gewoon een aanval. Oh, het is echt een enge enemy. Oh, deze leeft ook. Kijk, weer. Hoe kan hij weten dat ik die aanval ga doen? Ik ga nou maar liggen, pik. We krijgen ook heel weinig zielen van ze. Oh, die was al dood. Oké. Okay. Hidden pad. Oké. Okay. Kan ik hierheen? Oeh. Oh, nice. Kijk, dat is dus het voordeel van al die messages op de grond. Dat je gewoon kan zien waar iets zit. Sommige mensen zijn zo aardig om dat dan om een message achter te laten. Heel mooi. Oh nee. Oh, er is weer zo'n dikke. Er is weer zo'n dikke. Oh, hier hou ik echt niet van, hè. Oké, we moeten oppassen voor die dikke daar. Want hij gaat weer dingen schieten. Ah! Nee. Ik weet niet of ik heel erg... Oh, ik hoor allemaal geluidjes. Oeh, nee. Pak hem. Oh, nee. Weer een ding. Ah, fuck. Ik ben bijna dood. Oh, wat een kut, hè. Oh, drinken. Oké. Oh. Ah, shit. Ik word geraakt door iets. Oh, hij is beneden. Ik ga hier gewoon op klimmen. Ik krijg de tyfus. Waar is die strontjong? Waar is die homo? Waar ben je? Waar staat hij? Oké, hij staat hier beneden dus. Pak hem! Dat was niet zo fijn, hè? Oké, ga er langs. Maar hij zegt allemaal shit ook tegen me. Het boeit me geen reet. Ja, hij is weer dingen aan het doen. Hier. Vang deze maar even in je bolle kut. Hier. Wat een geluiden maak ik terwijl ik dit speel. Ik vind dit wel een mooi plekje om hem te stoppen en te saven. Want hij saved hem automatisch. Ja. Vond je dit leuk of je... Ik heb toch het spel aanstaan en ik schrok me de tering van die geest die van mij kwam. Vond je dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Vond je het niet leuk? Doe het dan niet. Abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer. Tussendoor.